Ja, ik ga het vooral even hebben over wet en regelgeving rond de verschillende dieren waar we last van hebben. Dan moet ik even kijken. Ik begin met de muskus en beverrat. Ik ga niet in op het dier zelf, dat doet Daan straks. Maar kort even een stukje historie. 1941, eerste muskus zat hier gevangen in Nederland. Als we dan kijken naar de regelgeving, dan zien we dat er internationaal regelgeving is over vangmethodes. Dus een internationale overeenkomst waar ook Europa aan meegedaan heeft, het opstellen daarvan samen met Rusland, Canada en later ook Amerika. En dat zegt iets over dodingstijden. En ja, daar hebben we ons aan te conformeren. Als je algemeen kijkt, en dat geldt eigenlijk voor bijna alle dieren, hebben we in Nederland de wet dieren. En die hebben daar zit een zorgplicht in. En het gaat erover dat als je een dier wilt doden, dat je dat doet, dat dieren zo weinig mogelijk lijden. Dus dat je niet een hele lange lijdenstijd hebt. Heb je ook mee te maken, bijvoorbeeld als je allerlei onderzoeken wil gaan doen. Als we verder kijken naar die muskus en beverrat, zijn de enige twee dieren waar we als waterschappen voor aan de lat staan. Vanaf 2011 zijn ze opgenomen in de waterwet en in de waterschapswet. En als waterschappen zijn wij dus gehouden om ervoor te zorgen dat schade aan waterstaatwerken voorkomen wordt. Staat dus niet in de wet dat we ze moeten doden. We moeten zorgen dat we er geen schade van ondervinden. En allerlei onderzoek wat we gedaan hebben, en daar zal Daan nog wel op terugkomen, daar blijkt wel uit dat eigenlijk het vangen en doden van die dieren nog steeds de meest economisch goede methode is. 2015 is er een Europese verordening gekomen over invasieve exoten. En daar is in 2016 de eerste lijst met dieren en planten die een bedreiging vormen voor onder andere biodiversiteit. Die is in 2016 gekomen. Daar stond toen de beverrat op. Muskus dat nog niet. Nog niet alle onderzoeken waren gedaan. Je moet ook zorgen dat die onderzoeken heel gedegen gebeuren. Maar een jaar later is ook de muskusrat daaraan toegevoegd. En wat maakt dat nu uit voor ons? Ja, bij ons was het al in de wet geregeld dat we er wat aan konden doen. Maar we zien nu dat er ook vanuit Europa aandacht is voor dit soort soorten. En dus ook die muskus en beverrat. En dat ook lidstaten dus moeten werken om verspreiding te voorkomen. We zijn nu een jaar of vier verder. De eerste rapportage over het eerste vier jaar die gaat deze week naar Europa toe. En wij als Nederland gaan daarbij ook aandacht vragen voor de achterblijvende prestaties van Duitsland met name. Omdat wij heel veel dieren uit Duitsland onze kant op krijgen. En dat blijft dat wij eigenlijk aan het werk moeten blijven. En dat is een beetje zonde, want wij zien dat wij onze eigen populatie steeds beter onder controle krijgen. Maar vanuit Duitsland hebben wij steeds nieuwe aanvoer. De bever, de volgende. Ook hier komt straks nog een ander verhaal over bevers. Ik kijk vooral even naar de juridische kant. Ook daar zie je dat er nogal wat richtlijnen en conventies geweest zijn. Het is een dier in ieder geval wat beschermd is. Het is een rode lijstsoort. De Flora en Faunawet heeft in 2002 daar ook al aandacht voor gegeven. Nou, je ziet dat de bever op drie manieren beschermd is. Via Natura 2000, het Nationaal Natuurnetwerk, maar ook de soortbescherming. En dat betekent ook dat je, als je bevers in je gebied hebt en je wilt werkzaamheden gaan doen, dan moet je er ook voor zorgen dat je eerst wat bedenkt voor die bevers. Je kunt niet zomaar werkzaamheden gaan uitvoeren als je bevers in je gebied hebt. Dus als je een dijkversterking wilt doen of je wilt gaan baggeren en daar zitten bevers, dan zul je eerst moet kijken of je om de bever heen kan of dat je mitigerende maatregelen kunt nemen. En dat moet je dus voor uitvoering van je werkzaamheden doen. En dat kan dus wel een behoorlijk veel tijd gaan kosten. En dat moet je dus wel meenemen in je planningen. Het kan bij bevers ook zo zijn dat ze gaan graven. Dan heb je overlast. En bij overlast geldt van dan wil je ingrijpen. Maar dat kan ook niet zomaar. Dan moet je ook weer eerst alle stappen doorlopen. We zien dat heel veel waterschappen die last hebben van bevers, die bevers in hun gebied hebben, die hebben beverprotocollen. En die beverprotocollen is aangegeven van hoe gaan wij met die bever om? Hoe gaan we ingrijpen? En eigenlijk als je wilt ingrijpen, dan heb je niet alleen een beverprotocol nodig, maar dan moet ook de faunabeheerseenheid in je provincie moet een faunabeheersplan hebben.
In zo'n faunabeheersplan, daar zit een escalatieladder. Een stuk of 10 stappen. En ook daar begin je onderaf. En moet je dus stap voor stap moet je dat doorlopen. En uiteindelijk zou je dan de bever pas mogen vangen. Of uiteindelijk doden, wat nu bijvoorbeeld in Limburg al gebeurt. Het is dus niet ook hier dat je denkt van, oh, er zit een bever, ik schiet hem neer. Nee, je moet echt al die stappen doorlopen. Aantoonbaar, want je moet dat ook achteraf weer terug rapporteren naar de provincie. En wat ik hier voor de bever vertel, geldt eigenlijk precies ook zo voor een das. Een das die heeft eigenlijk dezelfde beschermingsstatus. En daar geldt dus precies hetzelfde voor. In de waterschapswet, daar staat nog wat over bijzondere bevoegdheden die een dijkgraaf heeft als er dreigend gevaar is. En dat zou dus bijvoorbeeld ook door een bever kunnen bij hoog water. Dan kan een dijkgraaf gebruik maken van deze bijzondere bevoegdheid. En die kan dus direct maatregelen laten nemen door jullie. Maar ook daar geldt, je moet altijd weer achteraf uitgebreid gaan verantwoorden wat je allemaal gedaan hebt, hoe je dat gedaan hebt. Het is dus niet zomaar dat je denkt van, dijk staat op doorbreek, ik graaf die bever even onder of ik dood hem. Nee, ook daar geldt, dat dier blijft die beschermde status houden. Dus ja, er zit gewoon heel veel papierwerk ook achter. Veel beter is natuurlijk aan de voorkant aan preventie te werken, maar ja, dat kun je niet altijd voorkomen. Want je weet niet van tevoren waar die bever precies gaat zitten. De volgende, de uitheemse rivierkreeften. Bram heeft jullie net al uitgebreid over het leven van de kreeften verteld. Nu het stukje regelgeving. Rivierkreeften vallen onder de visserijwet. Dat is wat bijzondere. Ook deze dieren die... Er zijn er 6 soorten die zijn opgenomen op die invasieve lijst van Europese soorten. En die 6 soorten, daar gelden dus ook meteen allerlei spelregels voor. Want vroeger stonden ze alleen in de visserijwet. Die EU-verordening die heeft het nu ook over een uitzetverbod. Dan zou je denken van ja, uitzetverbod, wat heb ik ermee te maken? Ik ben dijkbeheerder. Nou, als je dijk gaat beheren, dan heb je het soms te maken met graafwerk of ook weer met dijkversterking. Het kan dus zijn dat er kreeften in je dijk zitten. En als jij grond gaat aanvoeren, dan moet je er zeker van zijn dat je niet kreeften naar jouw dijk brengt. Of als je grond gaat afvoeren, dat je kreeften naar een ander gebied brengt. Want dat is dus verboden. Uitzetten is verboden. Uitzetten is dus een nieuwe soort. Of een nieuwe soort op een plek brengen waar die nog niet zit. Naast uitzetten kan je het ook hebben over verplaatsen. Dan ga je feitelijk kreeften naar kreeften brengen. Maar let dan wel op, die 6 soorten van die Europese lijst, dat zijn verschillende soorten. Dus je mag niet zomaar zeggen van, oh, daar zitten al kreeften, dus daar kunnen wel kreeften bij. Nee, je moet echt onderzocht hebben welke kreeft er op de brengende locatie zit en op de ontvangende locatie. Dus ook daar heb je weer een punt om over na te denken. Een vraagje, hoe worden mol beschermd? We hebben allemaal last van mollen. Althans allemaal. Jij hebt in ieder geval last van mollen. Hoe wordt die beschermd, denk je? Ja, klopt. Het is inderdaad ook weer die wet dieren, die eigenlijk voor ieder dier geldt. Maar de wet natuurbescherming, die geldt voor heel veel soorten. Maar ook daar is het beschermingsregime van de zwarte rat, de bruine rat, de huismuis en de mol en exoten, die is er eigenlijk niet. En dat houdt dus in dat ongediertebestrijding mogelijk is. Wat ga je dan doen? Je kunt met klemmen of met andere mechanische middelen gaan werken. Er wordt ook wel eens met gif of gasvormende pillen gewerkt die dan in de gangen gelegd wordt. Pas daarmee op, want je gaat dan gif in je kade brengen of in die gangen. En dat kan ook in je watersysteem terechtkomen. En de vraag is of je dat wilt, dus met name die uitloging. Wat ook wel eens gebruikt wordt, de rode neter. Dat klinkt heel spannend. Is het misschien ook wel, dan ga je gas in de gangen brengen en dat ga je tot ontploffing brengen. We hebben daar ooit een jaar of 5, 6 geleden was er een
een mollenvanger die vroeg daar ontheffing aan bij het ministerie. En daar hebben we toen als waterschap, als Unie van Waterschappen ook tegen op gereageerd. Want ja, als je dat in dijken gaat gebruiken en ineens je hele bekleding die wordt opgeblazen. Dus daar hebben we toen wel een voorbehoud gemaakt. Tegenwoordig liggen dit soort ontheffingen bij de provincie. Ik volg niet van alle provincies meer wat daar aan ontheffingen aangevraagd wordt. Maar hou dus zelf ook in de gaten dat mollenbestrijders niet dit soort middelen willen gaan toepassen in keringen. Want voor je het weet, dan blaas je de grasmat van je kering af. Koeien en paarden, ook nog zo'n mooi onderwerp. Dat is het laatste. Wat hebben we daar voor middelen om die in de hand te houden? De slachter. Nou, het probleem in West-Nederland is dat heel veel van die keringen, van die boezemwaterkeringen, die zijn helemaal geen eigendom van de waterschappen. Die zijn eigendom van een boer. Dus die boer heeft zoiets van, ja, dit is mijn kering, dit is mijn grasland. Dus waarom mag mijn koe daar niet lopen? Ja, je kan er wel wat aan doen als waterschap. Het zijn gehouden dieren. Dus je bent daar als mens volledig verantwoordelijk voor. Genieten niet echt de bescherming dus van de wet natuurbescherming. Er is een positieve lijst huisdieren, die wordt herzien. Maar daar zie je dus ook die gedomesticeerde dieren opstaan. Als het gaat om het gebruik van waterkeringen, ja, dan moet je dat vooral zelf regelen in je keur of beleidsregels. Of straks ook onder de omgevingswet, straks de waterschapsverordening. Ja, je kunt dan een algemeen verbod afkondigen. Je kunt ook aantal gaan beperken. Denk er ook om dat als je dat doet, dan gaat het heel vaak over bewijding. Maar je hebt ook nog zoiets als recreatief medegebruik. En als je dat in hand wil werken, dan zul je daar dus ook regels voor moeten stellen. Want ja, bewijding is iets anders dan recreatief medegebruik. Nou, dit is mijn inleiding. Straks gaan we de vragen doen. Ja.